Hallo allemaal, ik ben Sandra van Kimia en vandaag is het Gummiapan Tuesday en dus mijn beurt om jullie iets leuks te laten zien met de spulletjes van Gummiapan. Wat ga ik jullie laten zien? Een tasje met een leuk cadeautje erin en daarop wat Gummiapan spulletjes. Heel simpel, niet te lastig, gewoon iets leuks wat jullie eigenlijk wel van mij gewend zijn. Ik heb een diaframeje gebruikt van Gummiapan. De faalfolder van Gummiapan. En hier het labeltje. Happy. En dit, met dit heb ik een leuk geheel gemaakt. In het cadeautje zit een zakje met twee chocolade. Ja, dit is voor warme chocolademelk te maken. Hoe noem je dat? Van die chocoladeblokken op een stokje. Die stop je in een beker. En dan kun je warme chocolade maken. Er zitten twee lepeltjes in. Twee personen. Twee lepeltjes. En er zit een zakje in met marshmallows. Mini marshmallows. Ja. Dit gaan we dus maken. Zo ziet het eruit. In de faalfolder zitten nog wat lepeltjes. En een leuk klein... Wat is dit? Bakzegeltje van Jessie. En dit is een van de nieuwere. Met het eikeltje. Echt herfstig. Superleuk. De diaframe heb ik Mika bij gebruikt. Dus je kan er niet doorheen. Ik heb daar Mika achter gedaan. Zodat het echt een diaframeje wordt. Zodat je nog wat op kan plakken. Ik heb er een die-cut op geplakt. Die die-cuts had ik nog liggen van 2 jaar geleden. Van Golden Days. En dit is ook van Golden Days. Van Minté. Nog een leuke sticker op de achtergrond. En ook dit is een sticker, de chocolade sticker. Ik heb hem helemaal afgemaakt. Dat het weer een echt Kimia cadeautje wordt, zeg maar. Nou, ga ik jullie laten zien wat je ervoor nodig hebt. Hier is mijn bakje. Nou, de sticks met de chocolade. En dit is de karamel zeezout. Ik heb hem van de Action. En die had ook nog blauwe, dat is de melkchocola. 2 lepeltjes. Xenos heb ik die gekocht. Geen idee of ze die ook bij de Action hebben. De mini marshmallows, deze had ik dus nog liggen. En deze zijn van Sustene Grenen. Nou, volgens mij hebben ze bij de Action die grote zakken liggen met witte erin. Dus, maar goed, ik had deze nog, dus die gaan we gebruiken. Even kijken, ik heb een klein zakje om de mini marshmallows in over te gooien. Dit is zo'n zakje zonder bodem. PP zakje zonder blokbodem. Van 7 breed. Ik gebruik hem wel vaker. De stansen die ik ga gebruiken. Nou, ik zei het al, het diaframe. De faalfolder. Die ziet er zo uit. Echt een onwijs leuk stansje. Ik had hem ook in mijn beursproject gebruikt. Nou, dit is hem. Die. Even kijken. En dan de Happy natuurlijk. Waar is die? Hier is de Happy. Dat is ook een stans. En even kijken waar die is. Dit is het diaframe. En dan gaat dadelijk een stukje Mika achter. En dit is een stukje Mika van 5x7,5. Die past er dadelijk achter. En dat ga ik straks laten zien. En hier is het stansje Happy. Superleuk. Tasje. Ik heb een tasje van 11,5, 14,5 met venster. En dat venster ga ik dadelijk wegwerken. Maar je kan natuurlijk ieder tasje gebruiken wat je wilt. Het gaat om het idee van de Gummiapan spulletjes. Nou, wat designpapier. Dit is de nieuwe van Minté. Dit is de Autumn Splendor. En die andere was de Golden Days. Kijk hoe leuk die erbij past. Oranje, heerlijk. Lekker herfstig. Nog een stukje voor op het zakje dadelijk. Maar dat laat ik dadelijk zien. Nou, ik heb wat stickers. Van een kusjes ook oranje. Glimmend papier. Nou, dit zijn ook stickers die Fem in het assortiment heeft. Ook weer een pompoen en chocolate voor hierop dadelijk. En dan heb ik nog uit de... die-cuts van de Golden Days. Dus van deze papierlijn. Daar zat deze nog in. En die past hier natuurlijk superleuk bij. Dus hoppa.
Je kan ook een, zelf iets uitdraaien of iets verven of een plaatje of iets dergelijks. Maar ik vond deze er leuk bij passen. Ik heb ook hier een waxzegel gebruikt. En deze is van een pompoen. Dat is die. Een van de nieuwere ook. En die is wel wat groter als het eikeltje. Maar ik wilde hem toch graag gebruiken. En dan heb ik hier nog een klein stukje restje kraft om dadelijk mijn sticker op te plakken. Om hem te matten. Ook een leuk paperclipje. Is uit mijn eigen voorraad een mini paperclip. Ik heb twee lepeltjes heb ik alvast gestempeld. En ik heb wat touw en wat lint. Ito touw, wat kreuklint en wat gewoon touw. Dat is wat we allemaal gaan gebruiken. Dan gaan we denk ik maar gewoon beginnen. Ik was namelijk al een keer overnieuw begonnen, dus tijd, hè? Even kijken, we gaan beginnen gewoon, wat heb je nodig? Nou, in principe, je snijden rilspullen heb je niet, heb je wel nodig om je papier mee te snijden natuurlijk. Maar goed, ik heb natuurlijk alles al voorgewerkt, dus dat heb ik nu niet nodig. Maar je moet gewoon maat van je zakje, wat je gaat gebruiken. En dan ook nog een klein stukje voor op je, dit is 7x7 dubbelgevouwen, die ga ik hier dadelijk overheen doen. Om het af te maken. Tape en lijm, dat sowieso. En dan voor de rest wat mica. Om die dia mee te kunnen maken. Als je deze stans hebt, dan kunnen we er echt een diaatje mee maken. Ja, voor de rest gewoon wat spulletjes uit je eigen voorraad, denk ik. Nou, ik ga gewoon beginnen. Ik ga gewoon beginnen om mijn papiertjes op te plakken. Want dan kan dat alvast even een beetje drogen. Ik zie dat ik hem iets te breed heb gemaakt. Dus ik ga er even iets van afhalen. Dat is ook gek. Want dan is hij niet precies 11,5. Dat is hij ook niet inderdaad. Hij is 11,3. Dus dit moet 11,1 worden. Dus ik ga hier nog wel even een randje afhalen. En dan moet ik hem even overnieuw inkten. Dat hebben we zo gedaan. Dan ga ik dat ook met mijn achterkantje doen. Die trouwens ook niet uit Golden Days komt. Of uit de Splendor komt. Want deze komt ook uit de Golden Days. Maar dat had ik nog liggen als restje. En omdat die voor de achterkant is en prima erbij past. Dacht ik, ik vind het goed. Oké, nou past die beter. Dus even meten is weten. Heb ik niet gedaan nu. Zo is goed. Pak ik mijn lijm. En ik gebruik tegenwoordig eigenlijk bijna altijd wel de Art Glitter. Ik heb hem afgeplakt. Maar dit heb ik geleerd van de dames in Spouwbeek. Een onwijs leuk, gezellig onderrood clubje. Wat schilderstape eromheen. En daarachter haal je gewoon je naald. En dan raak je hem niet kwijt. Ik heb ook tape erop gedaan aan de zijkanten. En in het midden doe ik lijm. En zodra de lijm droog is, dan haal ik de tape eraf. Zo. Dan ga ik hem even erop zetten. Ik vind het echt gek op dit papier. Ik vind het zo leuk met die pompoenetjes erop. Ik hou echt van dit thema. Sommigen zullen dat wel weten. In ieder geval in 10 meter het allemaal. Ik ben echt een herfstgek. Ik vind het heerlijk. Zo. En later haal ik de zijkantjes weg waar de tape zit. En ga ik ook met deze doen. Alleen moet ik hem dan wel zo. Deze maakt niet zoveel uit hoe om die is. Ik heb hier nou ook nog een tapeje aan de zijkant gedaan. Omdat ik met die ja, soort verdikking zit waar die hengsels zitten. Als ik hem dan ook nog eens vasttape, dan weet ik niet wel zeker dat die goed zit. En deze lijn moet je wel goed opletten, want vast is vast. Zo, en vanaf de binnenkant kun je hem lekker aanduwen. Hoppakee.
Hier. Dit ziet erop echt leuk, hè? De, heet het? Pompoenetjes. Kan ik vanaf de voorkant waarschijnlijk wel al alvast mijn stukjes tape verwijderen. Dat doe ik ook maar meteen. Ik zal hem even aan allemaal de kanten alvast zo. Die en die ook. En dan de bovenkant nog. Een leuk cadeautje. Ik vind hem zelf schattig. Niet in zijn geheel. Moet wel natuurlijk. Anders krijg je zo'n opgestaande rand. Ik ben niet slim vandaag. Niet slim, wel slim. Maar niet handig, geloof ik. Hoppakee. Ik ga hem op de binnenkant even aanduwen. Hop, 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 hop. Meteen weg. Zo, en dan doe ik dat ook maar meteen even met de achterkant, want dan zijn we maar klaar. En die ook. Zo, en dan vanaf deze kant. En die kant. En dan zit als het goed is het designpapier vast. En meer designpapier ga ik niet gebruiken. Ja, daar heb ik nog een klein stukje op het zakje van de mini marshmallows. Zo. Dit is hem. Ga ik even het vouwfoldertje als eerste erop plakken. Nou, die plak ik hier onder in het hoekje. Ga ik hem... Ik ga hem andersom doen. Ja, vind ik dat leuk? Ja, vind ik leuk. Dus ik ga hem aan deze kant doen. Ja. Nou, ik heb gewoon het... hoe noem je dit? Nee, ik ga hem toch niet aan die kant doen, want ik ga het hem... Of wel? Ja, maakt ook niet uit. Jawel, maakt wel uit. Ik ga hem toch aan die kant doen. Ik plak daar gewoon deze op. Ja, want ik zit met die. Want ik wil die hieronder. Ja. Nadenken, nadenken. En ik doe alleen langs de onderkant wat lijm. Want ik heb die paperclip erop. En ik wil uiteindelijk ook dat die nog wel een beetje... Dat ik die paperclip erachter kan steken. Nou, ik plak hem hier ergens. En omdat dit die art glitter glue is. Nou, die is echt heel snel droog. Dus dat is wel fijn. Daar wacht ik heel even op. Maar dan kan ik in de tussentijd deze twee labeltjes met wat van dat Ito-touw aan elkaar maken. Niet veel nodig. Gewoon enkel met deze. Autumn Greetings heb ik op de labeltjes gedaan. Dat is een oud stempelsetje van... Joy, waar al die kleine tekstjes in zitten. Ik heb hem even niet bij de hand. Ik gebruik hem wel vaker. Het is echt heel fijn lint, maar wel om te strikken moet je even geduld. Dus doe maar heel dun touw. Dus, maar het lukt wel. 1, 2. Hoppakee. Als hij eenmaal gestrikt is... Niks aan het handje. Het is echt onwijs leuk. En zoveel kleurtjes te krijgen. Je krijgt echt een hele... Heel veel. Ruim 200 meter. En dan kun je echt wel... Nou, jaren mee vooruit zou ik bijna zeggen. En er is eigenlijk bij ieder papiertje wel een kleur te krijgen volgens mij. Ik heb er denk ik nu al een paar. En je kan het ook delen. Hè? Dat heb ik met Beate gedaan. Gewoon kleurtjes delen. Of jij koopt en dan neem je 10 meter eraf en dan is dat voor en de rest is voor jezelf of zo. Dus de een koopt één kleurtje, de ander een ander kleurtje. En dan deel je 10 meter met elkaar. Zoiets. Nou, dat gaat hierin. In die vuilfolder. Super schattig, toch? Zo. Nou, die vuilfolder zit al zo goed als vast.
zo. Ik vind dat peperclipje echt leuk. Er zit ook een peperclipje bij die je uit zou kunnen draaien. En dat vind ik wat minder. Dat dat van papier is en dat houdt dan ook niks, zeg maar. Dus ik heb gewoon een eigen peperclipje gebruikt. Nou, en dan de waxseal. Die is wat groter als die andere. Dus die plak ik hier aan de onderkant op. En ook die duw ik even goed aan. En dat is gewoon met zo'n rondje op de achterkant. Nou, dat is het eerste deel. Leuk hè, die pompoen. Onwijs leuk vind ik hem. Nou, dan gaan we verder met de diaframe. Ik heb hier een diaframe. En ik heb hier een stukje mica. Kun je wel zien zo. Die ga ik aan de achterkant op het diaframe plakken. Ik heb hem iets groter uitgesneden. En ik ga gewoon weer met die Art Glitter Glue. Ik moet wel een beetje lekkere lijm hebben. Niet met de Action Lime bijvoorbeeld, want dat werkt echt niet. Dat gaat alleen maar glijden, joh. Op de randjes. En dan hier ook aan de randjes ga ik gewoon lijm erop goed doen. En dan zul je zien, hoppakee, meer is niet nodig, dat die punt wel heel fijn is erbij. Dus die ijzeren tip, die zou ik er altijd wel bij nemen, want dan kun je ook veel fijner lijmen. Waar is mijn dingen hier? Nou, pak je hier een stukje mica. En hier moet je wel goed in één keer een soort van mikken. Dan mik je hem gewoon op die achterkant. Ja, daar zit hij. En dan heb je dus een dia gemaakt waar je nog wat op kan plakken. Zie je? Je kan er doorheen kijken, maar je kan er ook nog wat op plakken. Probeer er niet te veel aan te zitten met betrekking tot die lijm. Want dan ga je het uitsmeren en dan krijg je vlekken. Het droogt transparant op. Dus uiteindelijk zie je er niks meer van. Dus probeer dat inderdaad in de gaten te houden. Ik heb nu wel een beetje. Dan kun je gewoon nog een beetje schoonmaken. Uiteindelijk valt dat niet op. Ja. Dan had ik een die-cut. Nou, je zou ook zelf iets kunnen uitdraaien. Je kan er ook een sticker op plakken als je dat leuk vindt. Zie je, deze stickers kunnen erop. Ook onwijs leuk. Maar ik had deze nog liggen. Ook van een pompoen. Past er perfect bij. Die ga ik er gewoon op plakken. En ook dit doe ik met de Art Glitter Glue. En uiteindelijk zie je dit aan de achterkant niet. Dus plak hem gewoon in het midden op. Je zou er ook nog een tekst op kunnen doen. Nou, al die lijmrestjes, dat droogt transparant op dadelijk. Dus dat zie je echt niet meer. En hij zit ook meteen vast, is vast. Nou, en dan ga ik dat dus vastmaken aan mijn tasje, aan het hengsel met een stukje lint. Nou, ik had hier de Shining Organza gebruikt. Die had ik niet in dit oranje kleurtje, dus toen heb ik maar wat kreuklint gepakt. Ik weet even uit mijn hoofd niet wat een kleurtje, maar kijk eens. Perfect. Dus ik neem gewoon een stukje lint. En hier aan die zijkant zitten natuurlijk allemaal gaatjes. En dan gaat hem gewoon, hoppakee, aan het hengsel vastmaken. Kijken dat ik in beeld blijf, want anders is het niet gezellig natuurlijk. Dit lint valt natuurlijk wel anders als het lint van de, als de Shining Organza, want die blijft wat mooier in de krul staan, zeg maar. In de... Nou. Zo. En zo. Knip ik de uiteindjes zo af. En dan hangt hij eraan.
Hij is leuk, toch? Ik vind hem nu al wel leuk. Nou, hier heb ik dan wel nu. Hier gaan we dan nu nog het Ito aan vastmaken. En dat heb ik hier ook gedaan. Heel even kijken. Dat doorheen ook, ja. En hier heb ik wel een dubbele strik gemaakt met het Ito. Dus het kan een beetje pielen zijn misschien. Maar dat gaan we dadelijk zien. En hier heb ik ook het labeltje aan vastgemaakt. Even kijken, het Ito. Hier heb ik het Ito touw. Dus daar neem ik even een stukje van. Zo. Dan ga ik even kijken. Ik doe hem dubbel. En ook die heb ik dus hier door dat gatje heen getrokken. Even kijken. En dan om de knoop heen van de strik, zeg maar. Waar is die? Ik heb niet mijn goede bril op. Ah, daar is die. En dan gaat hij hier omheen. En dan leg je eerst een knoopje in. Hem wel gelijk houden. Hè? Even wachten. Zo. Ik leg er een knoopje in. Zo. Dan pak ik mijn labeltje waar de happy op staat. Dat is deze. Zie, denk het wel, hè? Happy. Super cute. Ja, dan gaat er doorheen. Oké. Als dat lukt. Dat lukt. Dat moet lukken. Want het is van de week ook gelukt. Dat is gelukt. En dan maak ik er een strik mee. Maar ik doe hem nog een keer knopen. Dus dan heb je een dubbel knoopje. Zo. En dan een strikje. Nou, dat gaat toch wel makkelijker dan ik verwacht had. En dan trek ik hem even aan natuurlijk. Zoals ik dat altijd doe. En bij die ook. Ik hoop dat ik in beeld blijf, volgens mij wel. Hoppakee. Hoppakee. Ik denk dat ik hem hier even naar onder door moet halen. Even mijn... Die ook. Zo. Heb ik denk ik wel een mooi strikje. Dan knip ik hier nog een beetje van. Zo. En zo. Nou, en dan heb ik onwijs leuk diaatje eraan vastgemaakt. Kijk wat leuk. Is toch super cute. Ik vind dit leuk. Zie je? Happy. En dan Farm Fresh Pumpkin. Leuk strikje eraan, leuk touwtje eraan. Nou, hier had ik het oranje touwtje. En hier een beetje bruinig. Ik weet even niet welke kleur dit was. Dit is het oranje touwtje. Nou, dan heb ik hier mijn gummia spulletjes opgebruikt. Dat zijn deze. Zie je? Die ga ik even weg nu. Dat wil ik voor de rest nog op het tasje gaan. Oh ja, ik heb aan de achterkant de pumpkin sticker gedaan. Dat is ook een setje die Femke heeft met allemaal herfstdingetjes erop. En daar zitten er ook een paar tussen met een pompoen. Nou, dat past natuurlijk perfect hierbij. Maar die heb ik gewoon simpel los in het midden op de achterkant geplakt. Zo. Niks meer aan doen. Nou, dit was het tasje. Dan gaan we nog heel even de inhoud van het tasje regelen.
De marshmallows gooi ik even overal in een andere zakje. Dit was een heel zakje, zo kan ik er gewoon twee zakjes mee vullen. Even kijken. Volgens mij heb je dan bij de Action. Volgens mij heb je bij de Action gewoon een grote zak kun je daar krijgen. Volgens mij gooi ik me tegen mijn camera aan. Viel het mee? Ja, het viel mee. Nou. Ik hou hem een beetje dicht. Zo. Ik doe met een nietapparaat. Zet ik even een nietje doorheen. En zo. En dan heb ik hier een stukje. Zeg ik dat? Designpapier nog, 7x7, dubbel gevouwen. Die plak ik er nog op. Zo. Onwijs leuk. Nou, gewoon heel simpel, dubbel gevouwen. En een tapeje erop. Overheen en heb je een leuke topper. Nou, op die topper heb ik dan nog een sticker geplakt. Knuffels en kusjes. Ik vond dit papier, dit folie is het meer. Een beetje oranje folie moet zo mooi erbij passen ook. Past gewoon super mooi. Dus ja, even neerleggen, dan kan ik het beter zien. Zo, ik mat het dan altijd toch even en dat gaat dan hier op. Dus niet zo heel netjes gemat. Doen we het even overnieuw. Zo ben ik dan ook wel weer. Zo. En die kan dan hierop. Maar dat kan gewoon met lijm. Ik heb hier de lijm ook staan. Dus dan doen we dat gewoon. Met wat lijm. Knuffels en kusjes. En dan in dat kleurtje. Nou, is toch cute. Zo. Dan heb ik er nog één, dat is de chocolate sticker. En die heb ik gewoon hier in het midden erop geplakt. Gewoon omdat ik dat leuk vond. En ik zou hem nog kunnen matten. Heb ik nu niet gedaan. Hoeft ook niet per se, maar. Het is super leuk om hier zo op te plakken. Chocolate. En dan de. Lepeltjes nog. Gewoon een stukje touw. Ik heb nu jute touw, want dat Ito dat werkt hier niet zo echt bij. Omdat dat dan gaat het echt los. Dus je kan beter wat dikke touw hiervoor gebruiken. Gewoon de lepeltjes op elkaar. En je hoeft ze ook niet te strikken. Ik vind dat leuk. Om dat wel te doen. Zo gewoon tegen elkaar, over elkaar heen zo. Dubbele strik. Hoppakee. En die. Hoppakee. Uiteindjes een beetje afknippen. Dan kan dat ook allemaal in het zakje. De chocolade kan erin. De marshmallows met sticker erop. En ik heb hier de lepeltjes. Die kunnen er ook in. En dan is dit het cadeautje. Nou, is die toch onwijs leuk geworden. Twee herfstcadeautjes.
met pompoenen en daarin de warme chocolademelk. Nou, een superleuk herfstcadeautje, zeker voor deze tijd van het jaar. Ik vind hem erg geslaagd geworden. Ik ben onwijs benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het maar weten. En ik zie jullie weer een volgende keer. Doei doei!